Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij, Eline94. Mijn batterij is bijna leeg. Sorry daarvoor dat ik misschien dan een hele rare video krijg. Maar ik kan hier niet zo goed tegen dat mijn batterij bijna leeg is. Ik heb weer een unboxing van de beautybox. Dit is van de maand december. En let's get started. Waarom liggen er twee aanstekers en geen scher? Oh, hier ligt een scher. Dit is de box. En hij past goed dicht, dus er zitten niet hele gekke vormen producten in. Als ik duw hoor ik knisper. Zit er plastic in plaats van die wormpjes? Let's see it. Oh. Wow. Er zit folie in. Van dat krabpapier. Holiday Glam is het thema. Dat is logisch met kerst in het vooruitzicht. Nou ja, als je dit ziet is het al kerst. Oh, pik omhoog. Er zit dus krabpapier in plaats van wormpjes. Wat vindt Eline leuk? Ik ben blij. Ik zie me hier iets. Ik ga meteen beginnen. Trint Nail Repair Natural. Hoe lang wil ik deze al opnieuw kopen? Ik ben hier zo excited over. Ik heb echt al 3 potjes opgemaakt of zo. En iedere keer wil ik hem opnieuw kopen. Maar hij is iedere keer niet in de sale. Of niet in de actie ding. Dus nu eindelijk wel. Ik had hem laatst nog bijna gekocht. Dit is dan weer niet zo boeiend. Maar dit wist ik eigenlijk wel, dat er net wimpers in zouden zitten. Want op de site van Beautybox, op de Facebookpagina, laten ze wel zo'n hints achter. En dit was best wel overduidelijk, zeg maar. Ik ben benieuwd welk haarproduct erin zit. Oh nee, hier word ik dan weer niet zo enthousiast van. Komt die handschoen er weer aan? Hey, dit is een night cream. Ik had een potje als nachtcreme nou. Oké. Nou, hier word ik niet zo enthousiast van, dan ga ik ook niet verder op in. Oeh, dit is dan wel leuk. Volgens mij dit is een oogschaduw van Golden Rose in een cranberry kleur. Kijk. Ik heb heel veel van dit soort kleuren. Oh, het past mooi bij mijn shirt. Ik heb heel veel van dit soort kleuren, maar ik vind het wel echt heel tof. Mijn nagellak is trouwens echt super gechipt. Let er niet op. Waarom wil ik aan oogschaduw ruiken? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dit is heel vet. Ik zie hier een klein flesje Moroccan Oil. En dit stond bij de reacties. Er stond Moroccan Oil Treatment. Voor fijn licht gekleurd en geblondeerd haar. Dit is de light versie. En ik was heel erg benieuwd naar Moroccan Oil. Ik heb al verschillende keren de Moroccan Oil willen kopen. Alleen dat ik denk van ja, ik vind het toch wel een fix bedrag. Ruikt wel heel lekker. Ik ben benieuwd. Ik ben gek op haar dingetjes, dus... Het is ook al een mooi flesje om uit te proberen. Jullie horen hier in een opgemaakte video al meer over. En dit was het alweer. Ja, dit is natuurlijk super leuk om foto's mee te maken. Dit ding bewaar ik. Oh nee, bewaar ik niet, want het is kapot. Oké, nou in ieder geval de box is weer leeg. Eerst even zeggen waar ik allemaal blij mee ben, voordat ik de prijs kan opnoemen. Ik ben echt ontzettend blij met het Trint Nail Repair ding. Want die weet dus al super lang. Ik ben ook heel erg blij met het Moroccan Oil Serum ding. Want je was ik al heel erg lang benieuwd naar. En ja, oogschaduw vind ik altijd leuk. En zeker aan zo'n kleur. Ik ben hier ook benieuwd naar. Ja, ik ben niet zo van de nep wimpers. Sowieso moet je altijd een andere lijm erbij halen. En deze lijm, weet ik niet of die goed is. Maar het is wel leuk om een keer uit te proberen. Curl wimpers moeten zijn. Nou, ik weet niet wie er zo'n gek lange wimpers heeft en zo'n vorm. Maar ja, misschien dat op mijn wimpers er toch wel natuurlijk uitziet. Dus ik ben hier wel erg benieuwd naar. Dat is helemaal niet goed. Ik ben echt een beetje klaar met die vent. Dr. Anders Hans Schreuder. En... Nou ja, misschien dat deze wel heel fijn is. Ik heb nou laatst de body cream voor het eerst gebruikt. Die body lotion, zeg maar. Alleen dat het er stukjes in. Volgens mij stukjes haver of zo. En dat vond ik dus echt niet fijn. Ik heb wel het idee, als je stukjes in je body lotion hebt, dat die over de datum is. Dus die ga ik weer wegdoen. Maar dat zie je in de opgemaakte video. Maar ja, deze dus. Nou, benieuwd. Ja. Een nachtcrempje. Oké, Moroccan Oil. De prijzen. Het Moroccan Oil Treatment. Original and Light Treatment. 10 ml. Klopt. Voor 25 ml. Oh, 10 tot 25 ml. Ik snap het niet. Betaal je €16,90. Ja. Kijk, dat is dus altijd. Ik denk dat je dan voor 25 ml
€16,90 betaald. Want ik vind het een beetje raar als de een 10 ml krijgt en de ander 25. Dat is gewoon, dat is gewoon meer dan het dubbele. Maar €16,90 gaat nog wel. Hoewel je dan net iets meer krijgt als dit. Ze pas achter zien te komen of het geld waard is. Als het op is. En dat duurt nog wel even. Denk ik. De false lashes. Eén setje zijn €8,95. Dat vind ik best duur. Maar ja, als de lijm heel goed is. Trendnail Repair is 9 ml. Ik weet niet meer of prijs op staat. €13,17. Ik zie overal €14,95 staan. Dus deze prijs klopt niet helemaal. Dan komt die Hans Schreuder er weer aan. Met €19,50 voor 20 ml. Oh, dit is een cleansing lotion staat hier. Terwijl ik een nachtcreme heb. Dat vind ik wel jammer. Mag ik hem even openmaken hoor. Night cream. Deze ruikt al wel beter dan die body lotion. Maar ik vind het ook wel een mega grote tube nachtcreme eigenlijk. Ik snap het niet zo goed. En de oogschaduw is full size en is €7,95. Vind ik wel een mooi prijsje. Een beetje het formaat van MAC volgens mij. Ik ga even de MAC oogschaduw erbij pakken. 2,5 gram. Dit is MAC, iets compacter. En is 1,5 gram. Dus dit is zelfs meer. Wow. Oké, er ging even iets mis. Ik kan hier geen fatsoenlijke foto's meer van maken. Dan ga ik hem meteen ook swatchen. Oeh, hij is wel pretty. Dit is die van Golden Rose. Die helaas geen naam heeft. Ah, oké. Okay. Hij is toch wel iets anders. Oké, dit is MAC en dit is Golden Rose. Hij ziet er niet heel verschillend uit in de verpakking. Misschien ga ik hier ook nog een versus van maken. Maar mijn hand is wel degelijk anders. Dit is MAC. Iets bruiner. En dit is Golden Rose, iets donkerder. Dus deze lijkt wel lichter te zijn. Oogschaduw. Ik vind het mooie producten. Dat je nou echt zegt van nou, dit is echt een face box. Nee. Ja, tuurlijk is zo'n kleur wel echt een beetje winters. Maar niet echt dat je zegt van ja, yeah, it's party. Dit misschien allemaal wel. Ik denk dat ik dit misschien met oud en nieuw of zo ga dragen. Ik weet het niet. Maar ik ben wel benieuwd naar. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zeg, geef een duimpje omhoog als je het leuk vond. Klik op abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je in een volgende video. Tjus!